Heb je dat gezien, oma? Wil je ook eens? Wat? Wil je ook eens? Wat? Op de glijbaan? Nee. Nee, waarom niet? Ik zou bang zijn. Ik zou ook bang zijn, hoor. Schatje toch? Ik wil dat niet doen. Ik ook niet. Wat was het, je? Ja, ik ga het. Wat gaan we doen? We gaan gewoon shoppen. Ga je vertellen wat we gaan doen? Ik ga met mijn mama en Angelique. En Lobby en Normand en de ja. Vikingrun doen. Echt? Obstacle run? En ziet het verder? Ja, super veel modder aan het staan. Ziet het? Ziet het? Ja, ik wel. Ik zie het niet zitten! En gillen! Twee mooie strepen. Zorg met de mama. Dada. De andere aan beginnen bijna. Hey, oma. We gaan de volgende keer ook mee doen. Ah ja, joh, het zal wel. Succes, hé, bye bye. Heb je mama al gezien? Ja. Ja. En is ze goed bezig? Ja. Kom maar eens, kom hier. Hier. Oké, kom. En? Nee. Maar ja, dat moet er mee naar niet toe, hè. Ja, want het beste komt, hè. Het beste komt eraan, hè. Nee, dat is niet van. Ja, dat is toch goed. Ja. Dus, ja, voorlopig is het een beetje saai. Wacht maar, ja. Straks is er mega modderparcours. Anders zegt dat er echt iets meer gaat. Kijk hier dan. Reto. Zeg! Ja, vol! Heroïs! Mag ik een knuffel? Klappen voor broer! Leiden, je handjes klappen! Kan je niet klappen in je handen, oma? Kom, ga snel meelopen, oma! Oma! Meelopen, kom! Het is Bellingham Autocross. Ik zou dat graag een keer zien, maar het is nooit te luid. Ah. We zijn terug van de Iron, de Strong Viking Family Day. We hebben super honger, dus een bellend frituisje. Like Alvin als hij heel blij is. Want nee, als hij zo. Ik heb veel te plan. Ik ben momenteel in Lille en ik moet mijn TGV halen naar Parijs. Ik heb nog 15 minuten om hem te halen. Moet er magisch wel lukken. Wat niet gemakkelijk was om parking te vinden in Lille. Godverdomme. Ik ga samen met Veldhof in een expositie gaan bezoeken.
Dus we zijn aangekomen bij Cité Déco. Basketmatch kijken van Queen. Kortrijk. Kortrijk tegen. Ze inviteert. Ze weten niet tegen wie. Wat? Wachten! Als ze wint! Zeker! 20 of 30 punten. Hij doet het, hè? Wat vinden jullie van de match? Niet slecht. Wat vinden jullie zelf van? Wat vinden jullie van de match? Leuk! Wat gaan we doen? We zijn terug van de basket. En we gaan niet uit de onder onze garage, niet via de trap, maar we gaan de ramp pakken naar boven. Hey? Ben je bang? Ja. Waarom? Waarom? Er staat toch uit naar daar, dus we zijn juist. Hey. Maar je moet wel de limbo dansen onder de slagboom. Oké. Okay. Weet je wat dat moet? Ja. Limbo. Easy. Oké. Okay. Doe dan. Dat is niet kamer. Kijk, poppenkamera's. Dat is niet erg. Moet je snel zien. Doe maar limbo. Kan je het? Wat is hier de alarm afging ofzo? Wat? Kijk, hier is niemand. Dus wordt er een ding dood. Ik hoor ze roepen, maar ik moet er lopen. Maar we zijn toch safe? Is er niks aan de hand? Ja, bom. Soms mag je de regels overtreden, Rijtje. Soms moet je dat een beetje doen. Oké, dat mag ook op school doen. Nee, niet op school. Alleen later. Dus ik mag... Nee, dat mag niet. Wat? Nooit. Erge dingen mag nooit. Nee, super. Dat klopt. Erge dingen... Zou je erge dingen willen doen misschien? Nee, dat kan niet. Oh, mama. Oeh, wat ben je mooi. Wat gaan we doen? Naar de bakker. Naar de bakker, hè? Ja. Zal mijn haar aan het knippen? Mm-hmm. Super. Wat gaan we doen, Alma? En naar Louis en Angelique. En naar Estel en Alma. Heb je nog? Ik ben je ouder en zoon hier. Heb je nog? Met Robin. Ja! Yeah. Met Robin is zo schattig. Met papa? Ja. Net als jij, ik ben ook schattig. Ben je ook schattig? Ja. Ik ben geen baby. Ik ben geen baby. Nee, maar je bent wel schattig. Ja, ik ben wel schattig, omdat ik geen kleine baby ben, hè. Rij, jubel! Dat deze step niet in oprit komt. Love, I'm your dog, I'm on your flow. All that you want, but I like you, like you, like you. You get all worked up, loving you, but it's not enough. Loving you from the end I go. Wacht
is weer even geleden dat ik gevlogd heb. Je vraagt niet dat dat komt. Soms heb je gewoon een periode dat je geen goesting hebt, omdat je dan veel stress hebt of zo, geen idee. Maar ik ben momenteel met wel wat stress, moet ik zeggen, op Sint-Pietersplein in Gent. Allee, onder Sint-Pietersplein. Hier gaat vandaag de student welkom door en we doen hier een activatie voor Studio 100. What the, running different ways, what the, like a billion waves, what the, just a tear in space. Ooh, too late my love, you blew me into stardust. Voilà, alles is geregeld, de activatie loopt. En nu richting Molecule voor een vergadering met Jens. En we zijn een Molecule in Vechten. Ja, ja. Hoe lang hebben we gereden eigenlijk? Een kwartier, drie. Hoe is het? Gewoon mee, hè. Welkom. Dank u. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan een leuke podcast opnemen met jou, denk ik. Hi. Hi, hallo. Dat is kei grappig. Wij horen heel dat gesprek tot hier. Ah, echt? Ja. Dat is wel geil, omdat je net de deur opneemt. Om een goede nacht te zeggen. Wauw, dat is heel elegant. Hoi. Hey, is dat wat blok? Dat had ik niet. Ja, ik kon niet. Je staat er ook zo letterlijk met een rotte uit. Die kwam er met die gekke. Ik zei precies dat je geen camera's gewoon moet zijn. Dat is niet geen zin. Ik had deze. Jawel. Hij werd heel intimiderend als dat plots naar u gericht is. Ja, dat is waar. Als je erachter staat, is dat mega chill, hè. Ben? Tuurlijk. Ik had een been. Wat gaan we het eigenlijk hebben? Over adoptie. Ja. Een leuk of een zwaar topic. Oh, dat kun je ervan maken hoe je het zelf wilt. Oh, het zal een mooi onderwerp komt u voilà. Dat is de afspraak. Ja. Je kan niet zomaar opstaan en zeggen, oh, vandaag ga ik gewoon zo naar buiten gaan. Nee, wij kunnen dat niet. We moeten dat s'avonds wel beslist hebben van, gaan we twisten? Zo, I arrived in Brussels. Ik ben aangekomen in Brussel. Het was echt een fantastisch leuke podcast met Kiani, Uwera en Marie. Echt top, over adoptie gesproken. Ja, cool. Ik verlang wel om te luisteren naar het finale gesprek. En nu ben ik in Brussel om nog wat werk te verrichten. Het is Ruben die die meeting heeft. Dus hij moet je shop. Ik moet daar snappen, ja. Yo. En nu in Rotterdam om Rachel op te halen. Oh, is moe. Hallo. Hey, West. Hut. Ja. Hey. Moesten we zoiets maken? En dan fluisterde. Ooh, but I made it just dangling like a thread from you.